Het is al heel lang geleden dat ik een keer Pokémon Go heb gedaan. En dat bedoel ik echt heel lang geleden. Ja, er zit dus een Blastoise als het goed is daar. Dus we gaan er gewoon heen. Nee. Ja, zo lang geleden dat iedereen nog naar Kijkduin ging. Speciaal voor Pokémon Go. Dat is voor mij echt bijna 2 uur lang rijden. Ik ben er voor een paar keer heen geweest, echt 4 jaar geleden. Om daarvoor heen te gaan voor Pokémon Go. Maar vandaag doen we het weer een keertje, want ik had aan jullie gevraagd welke games ik weer een keertje moest gaan spelen. En ik kreeg in de comments dat ik Pokémon Go weer een keertje moest gaan doen. Dus dat is precies wat ik ga doen. Ik ga mijn studiootje verlaten. Ik ga naar buiten en we gaan Pokémon zoeken. Dit is echt al heel lang geleden. Volgens mij is er ook superveel veranderd sinds die tijd. Want ik heb echt, zeg maar, Pokémon Go sinds die tijd ook bijna niet meer gespeeld. Dus geen idee hoe het spel er nu uitziet. Maar daar gaan we achterkomen. Als jullie er in ieder geval zin in hebben, doe dan duimpje omhoog. 2000 likes zou top zijn. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en dan dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En dan voor meer Pokémon Go video's, als jullie dat willen zien, laat het even weten beneden in de reacties. En dan kan ik het misschien binnenkort nog vaker doen. Het is in ieder geval mooi weer. Dus vandaag vind ik het zeker geen straf om even lekker naar buiten te gaan. Dus ik zie jullie als ik buiten ben en een mooi plekje heb gevonden. Herkennen jullie trouwens deze legendarische speeltuin? Laat even weten in de comments waarvan jullie deze speeltuin kennen. Ja, ben benieuwd of jij het weet. Hier is hij wel hoor, Pokémon Go. Hij is weer opgestart. En alle Pokémon's die er nieuw zijn bijgekomen. Ik heb geen idee wat er allemaal bij is gekomen, maar dat gaan we zien. We gaan gewoon lekker lopen. Ik zie dat hier 2 Pokémon's zijn, dat zijn vogels, maar die vind ik niet zo interessant. We lopen even door en gaan op zoek naar wat deze is. Ik liep serieus een paar meter verder en ik heb geen idee welke Pokémon's dit zijn. Is dit een goede Pokémon of is dit geen goede? Ik heb geen idee. Laat even weten in de comments. Ik ben wel benieuwd of ik nu een goede heb. En heb ik hem gevangen? Nee, ik heb hem nog niet. Je kan volgens mij ook spinnen en dan heb je een grotere kans dat je hem vangt. Nou, ik ga nu even gewoon gooien, want ik heb 1 hand. Eén heb ik de camera vast en andere speel ik. Het is niet de meest tactische manier om Pokémon's te vangen, maar... Ja, ik heb hem. De eerste Pokémon is 3-4 jaar tijd of zo die ik weer een keertje heb gevangen. Het blijft wel een leuk spel. Het is in ieder geval weer een nieuwe die ik heb. Maar ik heb geen idee dus of die zeldzaam is. Froaki heet de Pokémon die ik heb gevangen. Het klinkt in ieder geval wel leuk. Oké, ik vind het helemaal mooi. Is hij vet? Wat is dit? Ik heb geen idee wat dit... Pikachu! Oh, die wil ik sowieso hebben. Die wil ik sowieso hebben. Is Pikachu zeldzaam tegenwoordig? Ik weet het niet. Daar is die. Oh, moet ik even mijn mobiel goed houden? Moet ik wel even iets beter gooien dan dit? Oké, ik acht de kans klein dat ik hem nu ga vangen. Nee, wie weet? Nee, ik wou net zeggen, dat kon haast niet. Volgens mij moeten we ook uitkijken dat hij niet kan ontsnappen. Als je hem een paar keer niet vangt, volgens mij kan zo'n Pokémon dan ontsnappen. Maar we hebben hem nu. We hebben Pikachu ook gevangen. Dus Pikachu en die andere naam ben ik al vergeten. Ja, ik ken al die Pokémon's echt totaal niet. Maar we hebben er weer eentje. Ik vind dat het best wel goed gaat tot nu toe. Maar zou deze zeldzaam zijn die hier staat? Volgens mij heb ik die ook nog niet. Die ga ik ook even vangen. Deze heeft 800 CP. Volgens mij is dat best wel hoog. En ik vang hem in één keer. Ik heb geen idee of dit de zeldzame is. Misschien krijg ik nu in de comments van jou, je hebt die zeldzame gevonden. Ik heb geen idee of dat het geval is. Maar het is in ieder geval een nieuwe. En 800 CP is volgens mij wel een van mijn betere. Dat gaan we even checken. Nou, het is niet een van mijn hoogste. Mijn hoogste is 1400. Maar eentje op zich voor wat ik tot nu toe heb gevangen. Vind ik het op zich wel netjes. We lopen weer naar een eindje verder. Ik weet niet precies of dit een goede is. Hoe hoog is deze? Kunnen we hem zien? Oh, is dat nou 1200? Wat? 1200? Dat is serieus een van de beste die ik dan heb. Ik snap er helemaal niks van. Misschien is dit wel een hele goede Pokémon plek waar ik nu ben. En dan heb ik gewoon echt de beste Pokémon plek ooit gevonden. En ik heb geen idee of ik hem nu ga vangen. Ga ik hem nu vangen? Ik wil deze ook hebben, dan heb ik serieus een van mijn beste Pokémon's nu erbij. Oké, ik deed de camera even weg. Ik deed eventjes gewoon geconcentreerd vangen. En nu gaat hij wel goed. Je kan echt niet fatsoenlijk gooien met 1 hand. En dan in de andere hand de camera. Dat wil niet. Maar we hebben hem te pakken. Dus dit is best wel een goeie. Volgens mij was deze er ook al toen ik wel speelde. Volgens mij is dit geen nieuwe Pokémon. Ik ben ondertussen iets verder doorgelopen. Ik loop nu in het bos. Ik dacht, nou, bos is een goede plek om Pokémon's te vangen. Alleen, ja, dan weet ik niet of dat echt zo is. Ik heb er in ieder geval... Hé, hey, is dit nou een soort van... Wat is dit? Kijk, dit zijn allemaal van die dingen waarvan ik geen idee heb wat het inhoudt. Battle against my flying type Pokémon. Oké, dat gaan we doen. Dan kan je dus hier deze inzetten blijkbaar. Dit zijn gewoon mijn 3 beste. Ik zet ze gewoon in. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Ik moet trouwens wel blijven opletten. Ik zit te focussen op mijn mobiel. Maar ondertussen heb ik natuurlijk ook nog mijn camera die ik een beetje goed moet vasthouden. Kijk, dit zijn van die dingen. Wat moet ik nu doen?
Ik heb geen idee. Ik denk wel dat ik vrij sterk ben, want ik maak hem helemaal kapot. En dan ben ik benieuwd of ik zo meteen een Pokémon ga krijgen. Dat zou wel ziek baas zijn. Oké, de volgende heb ik ook verslagen. Dus dat betekent als het goed is dat ik er nog eentje moet verslaan. En ik heb... Oh, dit is een Dragonite. Oké, mijn Lapras is dood, maar ik heb nog twee Pokémon's over. Dit is alleen een beetje jammer dat ik die laatste twee kaarten heb verloren. Oké, dus dat betekent dat ik de hele battle heb verloren. Hier heb ik dus helemaal niks aan. Ik denk dat ik nu helemaal niks ga krijgen. En nu zijn mijn beste Pokémon's dood. Nou, slechter als dit had niet gekund. Nee, ik hoef geen rematch. Ik laat het wel gewoon zo. Dit zijn volgens mij niet hele goede. Is deze goed? Ik heb geen idee of ik deze al heb. Nee, 140, dat is echt een hele slechte. Ik ga hem gewoon vangen aangezien er verder niks in de buurt is. Maar ik hoop wel dat er nog wat meer beters tevoorschijn gaat komen hier zo. Oké, ik heb ondertussen een mooi plekje gevonden om even te chillen. Dus ik dacht, weet je wat? Maybe later, wat is dit? Ik heb geen idee. Maar we gaan nog een keer die ballon aanvallen. Weet je, net wat ging er niet zo goed. Nu heb ik alle rust, nu heb ik alle tijd. Ik ga de battle nog een keer proberen. Alleen mijn beste Pokémon zijn dood. Dus dan moet ik andere in gaan zetten. Dus mijn drie na beste. Oké, dan gaan we die inzetten. Ik denk echt dat dit weer helemaal niks gaat worden. Maar gewoon even proberen. En kijken of we nu iets beter kunnen. Of iets verder kunnen komen in ieder geval. En ik ben gewoon benieuwd wat we krijgen als we winnen. Ik ga gewoon de hele tijd schieten. En geen idee wat er dan gaat gebeuren. Wat is dit? Nu krijgen we een soort van bonus. Get ready. Swipe, swipe, swipe. Wat is dit? Wat is dit? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Of moet je alles aandrukken? Ik heb geen idee. Not very... Oh, maar ik heb hem wel gekild. Oké, top, 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 top. We gaan gewoon weer door aanvallen. Ik heb de eerste in ieder geval gekild, maar dit gaat niet heel goed. En daar ging mijn eerste al. Ik denk dat dit helemaal niks gaat worden. Oké, ik zet nu even mijn vogel in. Had ik deze? Deze had ik net gevangen volgens mij. Dit gaat al wel iets beter. Maar ik denk dat we ongeveer gelijkertijd doodgaan. Of misschien heb ik hem net wat eerder. Attack incoming. Wat is, oh, dit is een shield. Houdt hij die hele attack tegen? Ik moet echt weer meer Pokémon Go gaan spelen. Wil ik dit soort dingen allemaal gaan begrijpen. Maar in ieder geval, ik heb het overleefd. En ik denk dat ik hem net eerder kan killen. Ja, oké, ik heb hem net eerder gekillt. Maar ik heb echt 1% levens over of zo. Dus ik denk, en nu hebben we die Dragonite. Dit gaat nooit meer goed komen. Ik heb wel iets damage kunnen doen. En dan hebben we nog eentje over. En daarmee moet ik het dan doen. Magnetron. Maar ik heb geen idee of die goed is tegen Dragonite. En als je dit zo ziet, dan denk ik dit niet. Discharge. Get ready. Wat moeten we doen? Ik denk dat we weer gewoon allemaal dingetjes moeten pakken. Oké, dit gaat goed. Heb ik er nu redelijk veel? Oh, ik heb ziek veel damage gedaan. Oh no. Ik heb hem bijna. Shit. So close. Oké, nou, ik weet niet of dit mij nu nog gaat lukken. Want al mijn beste Pokémon zijn nu dood. Nee, ik ga niet nog een keer die ballon aanvallen. Ik denk dat ik nog even een rondje ga lopen hier door het bos. Je hebt hier een vogel, maar ja, die is echt totaal niet zeldzaam volgens mij. Dus die is ja, heel makkelijk te pakken. Dan moet ik hem wel even goed gooien. Die kan ik dan nog even vangen. Maar we doen nog even een rondje. We lopen nog even ietsjes door. En dan gaan we kijken of we nog wat goeds tegenkomen. En anders vind ik het ook wel best geweest. Want ik speel nu een spel waar ik momenteel nog niet heel veel van snap. Weet je, toen het net uitkwam was het veel minder uitgebreid. Je hebt nu zoveel extra dingen waarvan ik denk, dat had je toen helemaal niet. Dus ja, nou ja, oké. We lopen nog een rondje. Ik loop echt de hoek om. En je hebt hier al meteen weer een aantal Pokémon's. En ik heb ze volgens mij allebei nog niet. Kijk, dat is wel het leuke. Oh, dit is helemaal geen zeldzame, maar ik heb hem volgens mij nog niet. Ik herken hem in ieder geval niet. En dat is wel het leuke. Op het moment dat je weer opnieuw begint met spelen en je hebt het een tijdje niet gedaan, je hebt weer zoveel nieuwe Pokémon's die je kan vangen. Want dat was in het eerste seizoen wel een beetje het geval. Je had gewoon na een tijdje gewoon helemaal geen Pokémon's die je meer kon vangen. Alleen de super zeldzame. Maar die waren dan weer echt ultra moeilijk. Maar inderdaad, deze had ik nog niet. En volgens mij is hij helemaal niet zeldzaam. Dus dat is mooi. En die was ook nog een andere in de buurt. Hier, twee keer dezelfde en hier is nog eentje. Volgens mij heb ik ze allemaal niet. Ik ga ze even snel voor mezelf vangen. Squirrely of zo. Ik denk niet dat dit hele zeldzame zijn. Anders zouden ze niet zo met z'n tweeën naast elkaar spawnen. Nou, Squirrely is gevangen. Dus dat betekent weer een nieuwe Pokémon erbij. Ik zie al van de 600 nog wat of zo. Hoeveel Pokémon's heb je trouwens ondertussen? Oh, dit is Raichu. Deze twee die waren nog wel. Deze was er nog niet. Maar ik ga even kijken. Pokémon. Oh nee. Ik heb het... 150 Pokémon hier. Ja, hier kan je het zien. 684 heb je er momenteel. Dat is echt insane veel. Maar ik ga deze nog even vangen als laatste. En dan laat ik het erbij. Dan gaan we weer naar huis. En dan moet ik dat eind weer lopen. Check trouwens wat een mooi hoesje en wat een mooie shirt. Te koop op Bouts.nl. Oké, hij is trouwens ontsnapt. Ik moet hem nog opnieuw vangen. Ja, daar is hij. Kijk, ik wou hem toch even hebben. Toch weer een nieuwe Pokémon erbij. Dan heb ik er in totaal 10 gevangen vandaag volgens mij. Catch 9 Pokémon's. En ik heb volgens mij nu 10.
als het goed is. We hebben in ieder geval weer een nieuwe erbij. We zijn wel mooi opgeschoten. Weer veel nieuwe erbij. En dan kom ik iets verder en heb je meteen weer twee nieuwe. Oké, en we zijn level 20. Oké, ik ga die andere dan ook even vangen. Weet je, we zijn er nu toch. Kan ik ze net goed vangen. En volgens mij is dit wel een zeldzame. Maar dat weet ik dus niet zeker. Ik vang even die twee nieuwe en dan gaan we echt richting huis. Ah nee, die één is nu weg. Die was ontsnapt ofzo. Oké, nou, we hebben dus helaas niet allebei kunnen vangen. Ik heb er eentje gevangen. Maar nu zie ik jullie echt thuis. En tot zo. Nou, daar ben ik weer in de studio. Lekker in mijn stoeltje. Ik vond Pokémon Go leuk om te doen. Ik weet alleen niet of ik het heel veel vaak ga doen. Weet je, voor mij is het momenteel een beetje vaag. En ik weet niet of ik me er helemaal in wil verdiepen. Zodat ik weer alles snap. Want ja, ik weet niet. Misschien dat als ik alles weer snap, dat ik ook denk, oh, dat is weer heel leuk. Maar ja, dat zien we tegen die tijd wel weer. Ik heb geen idee of dat gaat gebeuren. Maar dan bedankt jullie voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog even te laten. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!